Welkom bij het Huis van Europa. Ik ben Didier Hébert, het hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. Zoals onze lidstaten heeft de Europese Commissie filialen in de verschillende landen van Europa en wij werken hier in Nederland. Ik ben Elisabeth en ik kom uit België. Ik ben Andreas en ik ben Duitser. Ik ben Annie en ik kom uit Amsterdam. Ik ben Sharon en ik kom uit Weert. Mijn naam is Jochem en ik kom uit Den Haag. Hoi, ik ben Emma en ik kom uit Den Haag. Ik ben Barend en ik kom uit Brussel. Ik ben Klasja en ik kom uit de buurt van Utrecht. Mijn naam is Edwin en ik kom uit Den Haag. Ik ben Katrien en ik kom uit België. In dit prachtig gebouw zat vroeger de Nederlandse filiaal van de internationale rederij Lloyds. Dus heeft hier altijd een internationaal windje gewaaid. Anders als de lidstaten hebben wij geen consulaire dienstverlening. Dus we geven geen paspoorten uit. Wat we wel doen is vragen beantwoorden van burgers. De grootste uitdaging is communiceren over wat de EU doet in een maatschappij waar heel veel vooroordelen zijn tegen de Europese Unie als geheel en datgene wat er gedaan wordt. En dat is moeilijk. Dat betekent dat je soms als EU in de ogen van mensen te weinig doet, soms juist te veel en het eigenlijk nooit helemaal goed doet. Ik ben woordvoerder, dus Nederlandse journalisten kunnen bij mij terecht als ze vragen hebben over de Europese Commissie of over ons beleid. En als ik zelf het antwoord niet weet, dan zet ik die vraag door naar de experts in Brussel. Journalisten kunnen ook via mij een interview aanvragen met Europese commissarissen. Of we organiseren ook seminars over bepaalde thema's of zorgen voor een introductie bij de commissie. En wat ik dus doe is teksten lokaliseren. Dat betekent eigenlijk dat ik ze goed laat aanpassen op het Nederlandse publiek. Niet het Nederlandstalige publiek, maar het Nederlandse publiek. Als je lang in het buitenland woont en in Brussel of Luxemburg werkt, dan verlies je ook een beetje de voeling met de taalontwikkeling in je eigen land. Dus ik volg hier in Nederland en daarom zit ik in Nederland, niet in Brussel. Hoe de taal zich ontwikkelt en welke woorden ik echt moet kiezen om mensen aan te kunnen spreken, zodat Nederlanders echt begrijpen wat er in Brussel gebeurt en hoe ze daarop invloed uit kunnen oefenen. In het Huis van Europa, hier achter mij, organiseren we ook regelmatig evenementen, maar daar kan mijn collega Annie jullie meer over vertellen. Bijvoorbeeld over vrede, veiligheid en de interne markt. Wat we ook doen, is aan onze collega's in Brussel door te seinen wat de verwachtingen zijn van de Nederlandse burgers. Ik leg in Brussel uit hoe Nederland denkt, hoe Nederland naar dingen kijkt die wij in Brussel doen. Dat is dan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, maar ook de gewone burger. Dus wat is belangrijk voor mensen, wat is misschien minder belangrijk, wat zijn no-go's voor mensen. Want ik denk dat als wij dat in Brussel weten, kunnen we beter besluiten nemen. En daarnaast zijn we als persteam ook verantwoordelijk voor onze activiteiten op sociale media. We zijn actief op Twitter, op Facebook en op Instagram. En ja, hopelijk gaat iedereen ons volgen. Wat voor ons hier in Nederland belangrijk is, is dat je natuurlijk die vertaalslag maakt van bureaucratische teksten, zeg maar, naar begrijpelijke taal voor de gemiddelde Nederlander. Ik ben bijna 20 jaar werkzaam in het Huis van Europa, gelegen aan de prachtige Hofwijk. In het politieke hart van Nederland. Verder voer ik, om het mooi te zeggen, het meertaligheidsbeleid van de Europese Unie uit. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat de Europese Unie het heel belangrijk vindt dat mensen talen leren om vertaler te kunnen worden, maar nog belangrijker om goed te kunnen functioneren in de Europese economie, want we hebben een open markt, een interne markt. En daar moeten mensen op in kunnen reizen en hun vak kunnen uitoefenen. Het is belangrijk voor de economie en het is belangrijk voor de cultuur en voor wederzijds begrip. Zo, dat was in een notendopje wat wij zo allemaal doen bij de vertegenwoordiging van de Commissie in Nederland. Kom eens langs op de Korte Vijverberg of bezoek onze website. Bye bye!